Argent Salimi in de kleedkamer draait je Sweet Caroline, maar ik had gedacht Sweet Argent. Ja en nee. Ik denk, je doet het sowieso met z'n allen. Kijk, dat ik vandaag 2 goals mag maken, dat is voor mij super, maar uiteindelijk gaat het om de winst. En ik denk dat we nu denk ik wel het puntje kunnen reserveren, ja. Ja, dat is een beetje cliché, hè? Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, het waren 2 geweldige goals. Ja, klopt. En ik voel altijd extra druk met dit soort wedstrijden. Dat vind ik wel mooi altijd. Want hier doe je het voor als voetballer. En hier droom je van voor zoveel man zulke goals maken. Jammer dat we niet vaker zulke wedstrijden spelen. Misschien volgend seizoen dan als we promoveren. Zo'n entourage doet wel wat met je? Ja, altijd al gedaan. Ik haal toch een beetje mijn energie uit de mensen eromheen. En, iedereen een beetje, zo zie ik, laat me een beetje opnaaien met die kaarten en dat soort dingen. Dat vind ik gewoon mooi. Dan krijg je toch extra adrenaline. En wil ik mezelf altijd nog een keer bewijzen. Alsof niemand me nog een keer heeft zien voetballen. En denk ik van, oké, ik moet nu laten zien dat ik kan voetballen. En Heb je dat dan nog? Ja, met dit soort wedstrijden wel altijd, eerlijk gezegd. Kijk, het eigenlijk is niet heel goed. Want je speelt ook tegen de wat kleinere clubs, bijvoorbeeld buiten Polster, daar hoort niemand wat van. Dan moet ik me eigenlijk ook meer laten zien en niet alleen in dit soort wedstrijden. Ja. We zijn er wel naar op zoek af en toe, maar het blijft lastig eigenlijk. Ja, goed, die 2 goals. Je begint een beetje op Robert te lijken. Idrissi. Ja. Lijkt maar een niveautje lager dus. Ja, inderdaad. Je wilt niet absoluut de top in niveau. Nee, inderdaad. Rob is buiten categorie, maar ik naar binnen en verre hoek. Lekkerste goals voor hem uitspelen. Goed, 7 goals. Ik denk dat jullie vergeten om de next dag wat eerder uit te delen. Ja, 100%. Kijk, we waren niet echt... ondanks dat ik bijvoorbeeld 2e maakte en Frenna eentje. Toch waren wij voorin niet heel vast eigenlijk. Ik denk dat wij voorin juist het zwakste van het hele team waren. We hadden die bal iets langer vast moeten houden en dan een keer terugleggen en dan pas diep. We wilden alles op hoge snelheid. En dan maak je toch nog spannend, helaas. Ik zei nog tegen die jongens bij die, wat was het, die 4-3 die ze maakten. Ik zei, jongens, let op, geen VVOG. Want we speelden en in dezelfde pakjes en we kregen in de laatste minuut weer een goal tegen. Ik dacht, nee, dan gaan we weer. Maar gelukkig niet. Heb je even de angst gehad? Heel eventjes wel, ja, toen ze die 4-3 maakten. Maar nu hebben we toch wat meer ervaring en zie je... Bij een klein tikje blijven ze liggen. Vorig seizoen deden we dat nooit, dus dat is wel mooi om te zien. Ja. Je zegt dat even Frenna, hoe kom je aan die naam Frenna? Ja, dat zeg je niet zo snel. Frenna, ja, dat is wat, of net als bij mij, Atje, ja. Dat zeg je ook heel snel, Atje, wat makkelijker. Je hebt een spaarbus van genaamd. Ja, inderdaad. Frenna is een bekende rapper onder de jongeren, zeg maar. Dus. Maar ben je ook Atje voor de sfeer? Ja, als het moet wel, ja. Ga je voorop in de Polonaise? Ja, en met kampioenschap wel, want hier hebben we al zo lang naar uitgekeken. Vorig seizoen al net misgelopen. En ik proef nog steeds af en toe terug te denken aan dat moment bij VVOG, hoe we in de kleedkamer zaten. Ja, dat doet wel wat met je als ploeg, dus is maar extra goed, mooi. Maar goed, nu is het klaar. Ja, nu is het, ja eigenlijk wel. Ja, durf ik wel te zeggen. Oké, bedankt.